Radio YouTube Vlamt. Vandaag, donderdag 2 maart. En mijn gast is Tony Verheij, de liefdeswetenschapper. Mijn naam is Annette Burgers, relatietherapeute en voor vandaag de talkshow host. We gaan beginnen, Tony. En ik wil graag gelijk beginnen met mijn vraag, want uit ervaring met jou weet ik dat ik heel snel moet zijn met het stellen van mijn vraag, anders kom ik er niet meer tussen bij jou. We kennen elkaar. We hebben een podcast opgenomen in een Van der Valk Hotel. En die 2 uur omdat ik het niet kon afronden. Omdat ik er niet tussen meer kwam met een vraag. Vandaag hebben we 1 uur de tijd, dus dat wordt een hele grote uitdaging. Vandaag gaan we het hebben over onder andere verliefdheid. Jij hebt een stelling dat je eeuwig verliefd kan zijn. Nou, dat is super interessant. Maar Tony, van harte welkom. En als eerste wil jij jezelf even voorstellen? Jawel. Graag. Mijn naam is Tony Verheij. Ik ben in 2011 begonnen als, met mijn onderzoek. En eigenlijk gewoon vanuit de gedachte, waarom ben ik altijd verliefd en waarom gaan er allerlei stellen uit elkaar in mijn omgeving. En toen dacht ik, ik kan meer over vertellen dan mensen die al heel lang verliefd zijn. Dus toen ben ik naar het Zwavert gegaan. Naar het wat? Het Zwavert, dat is een complex. Honderden woningen, waar bejaarden wonen. En daar heb ik dus A4'tjes op gehangen, wie is langer dan 50 jaar lang verliefd en wil erover praten. En zo ben ik begonnen en toen kwam ik erachter dat zij, en nu ga ik meteen antwoord geven. Ja, maar zo kwam ik erachter dus dat ze allemaal gemeenschappelijkheden hadden. En dat was gewoon ontzettend gaaf om mee te maken. En in het begin natuurlijk wel alleen in Hengelo. En ja, maar zij kennen ook weer mensen, dus op een gegeven moment ben ik het hele land doorgekost om mensen te interviewen. En toen dacht ik, dit is ontzettend gaaf, alsof je een soort formule voor ware liefde hebt. En is dat over te brengen? En toen dacht ik, ja, aan wie hebben zij het overgebracht? Ja, aan hun kinderen. En je moet wel beseffen, dus dat ik sprak met mensen wiens kinderen geboren waren in de jaren 30 en de jaren 40. Dus die zijn uiteraard ook weer opa en oma geworden, dus die waren ondertussen ook al flink bejaard toen ik ze sprak. Maar het blijkt is dat je dus gewoon een soort formule voor ware liefde hebt, waarbij je gewoon eeuwig verliefd kunt zijn op elkaar. Nou, ik ben super benieuwd naar die ware formule, want ik heb hem nog niet gevonden. Dus ik ga een hoop leren vanavond. Maar voordat we daaraan beginnen, het is net een mooi momentje om er net even tussen te komen bij je. Kan je wat over jezelf vertellen? Wie ben je? Behalve de naam Tony. Wie ben jij zonder de naam Tony? Oh, dat is een goeie. Ik ben opgegroeid in een secte en toen had ik een andere naam. Dus mijn naam Tony heb ik zelf gekozen. En toen ik 14 was, toen ben ik uit die secte gestapt. Kan je zeggen wat voor secte het was of dat liever niet? Noorse Broeders. Als je dat intikt op Google, dan komt er of misbruik of mishandeling achter te staan als de volgende zoeksuggestie. In ons geval was het mishandeling, dagelijks. En dat varieerde van klappen krijgen omdat je dus iets stout had gedaan tot niet weten waar je aan toe bent. Dus ik heb een van mijn specialismen is ook bindende relaties, dus zeg maar je kind wond en kindpijn, is niet alleen een onveilige kindertijd, maar een onveilige, onzekere kindertijd. Dus dat je niet als een kind kan voorspellen wanneer de vader of moeder, wanneer die tot uitbarsting komt, of je verzorger of op school. Maar voor kinderen is het heel belangrijk dus dat ze weten waar ze aan toe zijn. En ja, dat heb ik dus niet gehad. Ik zeg altijd, met uitzondering van de mishandeling heb ik een fantastische jeugd gehad. Alleen, want je zat dan met je ouders en die zijn gebleven? Nou, zij zijn uit het geloof gestapt. Oh, maar op hetzelfde moment toen jij 14 was? Of nee, ik ben nog eventjes gebleven. Want, je bent gebleven? Ja, ik ben gebleven, want ik had natuurlijk een fantastische tijd binnen dat geloof. Ik ging 6 keer per jaar naar Noorwegen. Ik heb zelfs rondgezworven in Noorwegen. Dus ik ging in mei ging naar Noorwegen en ik ging in september ging ik weer terug. Dus, ja. Voor een jongen van 14, dat is gewoon niet of nauwelijks toezicht op was. Ik had natuurlijk vriendinnen in Noorwegen waar ik verbleef. Maar je had wel misbruikt. Mishandeld. Ja, maar als ik in Noorwegen werd, werd ik niet mishandeld. Mm-hmm. Nee, de mishandeling die vond thuis plaats. Maar mijn vader,
eigen moeder? Nee, mijn moeder niet. Nee, mijn moeder is belachelijk lief. Dat is echt, achteraf heb ik haar het uiteraard natuurlijk verweten. Dus dat zij zo lief was dat zij ons geen ruggengraat had bijgebracht. Nee, maar zonder mishandeling. Maar het vervelende was dus dat er zitten gradaties in mishandeling. En naar mijn gevoel, maar ja, dat wordt door allerlei literatuur wordt het uiteraard ondersteund. Maar vanuit mijn persoonlijke ervaring kan ik dus zeggen dus dat de geestelijke mishandeling veel zwaarder geldt dan voor het lichamelijke. Maar goed, om even terug te komen op je vraag. Ja, wie is Tony zonder de naam Tony? Ja. We zijn nu dus, bij 14 jaar. Ja, ik ben opgegroeid in die secte. En ja, dan komt er een moment dus dat je natte droom hebt en dat het zaakje dat het blijkt te werken. En vanaf dat moment was ik in één keer een seksueel roofdier. Dat wist ik toen niet hoor. Maar toen mocht ik in één keer, van de ene dag op de andere, mocht ik helemaal niet meer omgaan met de mensen, met de meisjes met wie ik omging in het geloof. Eentje daarvan was mijn beste vriendin. En eentje zat bij mij in de klas. En in één keer mocht ik niet meer omgaan met ze. Ik mocht niet meer, als we bij een tussenuur gingen, altijd naar hun huis. Want dat was 150 meter van de school vandaan. En dat mocht in één keer niet meer. Dus toen had ik, dus buiten dat mijn ouders hadden waren uit het geloof gestapt. Maar ik mocht in één keer ook allerlei dingen niet meer doen binnen dat geloof. Dus toen had ik geen binding meer. Dus toen ben ik eruit gestapt. Ja, en ik heb op latere leeftijd heb ik wel de schade zeg maar ingehaald. Maar, en in die tijd had je in Hengelo had je vrije sluiting, dus waren 17 discotheken. Mensen uit Arnhem, Amsterdam, Apeldoorn, Leeuwarden, die kwamen allemaal naar Hengelo toe. Want bij ons kon je uitgaan tot 8, 9 uur 's morgens. Zelfs in Amsterdam ging het in die tijd om 1 uur 's nachts ging het gewoon dicht. En ja, dat zorgde ervoor dat je kon 5 dagen in de week kon je gewoon uitgaan. En dat heb ik ook gedaan, dus ik heb hem wel op die manier uitgeleefd. Wat ik wel zag was dat heel veel mensen die uit het geloof stapten, als je een jong hond aan de ketting hebt en die laat je los, dan weet die jong hond weet van gekkigheid niet welke kant hij op moet rennen. En, maar het ergste wat wij gedaan hebben is biertjes drinken en gaan roken. Dus maar we kennen natuurlijk ook de verhalen van andere kinderen die uit het geloof zijn gestapt en die veel ergere dingen gedaan hebben. Dus die ook drugs en seksverslaving, dat soort zaken terecht waren. Maar goed, dus dat. Ik heb gewoond in België, ik heb gewoond in Noorwegen, ik heb gewoond in Duitsland. Ik heb in Nederland op verschillende plekken heb ik gewoond. En ik ben vader geworden op mijn 18e. En dat was een heel bijzondere omstandigheid. En ja, fantastisch jong. Mijn zoon heet Jurjen. Hij is een flink stuk groter dan ik. Nog groter. Ja, dan komt hij aanstampen met zijn 130 kilo en een schoenmaat 48 of 49. En ja, het is gewoon een fantastisch lief jong. Toen ja, die ogen gaan er helemaal van glinsteren. Ja, toen hij 18 was, toen zei hij, papa, ik denk dat mijn puberteit niet meer komt. Nee, maar ik heb hem dus slecht moeten maken. Ik heb echt moeten zeggen van, als jij dat jongetje terugslaat, dan krijg je van mij een dikke ijskool. Dan heb ik anderhalf jaar het volgehouden tot hij hem eindelijk eens een keertje op zijn neus terugsloeg. Maar zei hij niet toen hij 18 was, hey pa, nu ben ik 18 en echt wel raar, want toen kreeg jij mij? Nee. Ik heb wel met hem het gesprek gehad van de bloemetjes en de bijtjes, toen was hij 13. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, nou je bent nog 13 jaar oud, ik zal met jou, ik wil met jou even het gesprek aangaan over de bloemetjes en de bijtjes. Toen zegt hij, ja is goed pa, wat wil je weten? Geweldig. Hey, maar we gaan eventjes naar het feit, liefdeswetenschapper. Liefdeswetenschapper, aan welke universiteit kan je dat studeren? Ja, dat is het nadeel. Er zijn, in Nederland zijn er 3 mensen die dezelfde titel dragen. Eentje daarvan is Helen Fisher. Dat is mijn heldin. Zij is een arts uit Amerika. En zij legt mensen fysiek onder de scanner om te kijken welk deel van het brein oplicht op het moment dus dat je denkt aan je geliefde. Dus dat vind ik, ja. Zij heeft verschillende boeken geschreven. Ook
het systeem dat ik gebruik om gezichten te lezen, dus de hormonale opbouw van het gezicht, waarin je dus ook bijvoorbeeld een onveilige kindertijd af kunt lezen, maar dat is dan weer de Chinese uitvinden, heb ik gewoon uit haar boek heb ik een systeem ontwikkeld. Dus dat je op dating sites op basis van het gezicht al kunt weten van oké, okay, dus iemand die steekt zo in elkaar, steekt zo in elkaar, steekt zo in elkaar. Dat is echt heel gaaf. Ik was dan verder dat er nog iemand die de titel Liefdeswetenschap maakt. Ja, dat is John Gray. Hij heeft het boek geschreven Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Ik ben voor een deel, ik begrijp zijn boek. Er zijn alleen een aantal conclusies uit zijn boek waar ik het niet mee eens ben. En God, die wordt ook heel vaak als liefdeswetenschapper genoemd. Dus als je gaat googlen op de naam, kom je als eerste kom je mij tegen. En vervolgens kom je Helen Fisher en dus die kom je dan tegen. Maar ik heb 2 jaar lang veldonderzoek gedaan. Ik heb honderden boeken gelezen en allerlei andermans studies. Ook weer bestudeerd. En er is een heel gaaf boek. Dat heet Chemie van de Liefde. Dus mijn boek heet De Chemie van Liefde, maar dat boek heet Chemie van de Liefde. Is ik geloof iets van 500-600 pagina's. En het gaat met name over woelmuizen. Als je die bij elkaar zet, hoeveel oxytocine wordt er dan aangemaakt? En als je dan oxytocine toevoegt bij de mannetjes, wat gebeurt er dan binnen die dynamiek en dat soort dingen? Voor mij is dat een rete gaaf boek. En een ander. Wat moeten we hiermee? Wat moeten we hiermee? Nee, want het gaat namelijk, ik geloof wel meer dan 200 pagina's in het boek, gaat puur en alleen over woelmuizen en dat soort zaken. Dus voor mij zijn dat soort feitjes zijn interessant. Ik ben heel erg van de cijfers en de weetjes. Ja, daar gaat er gauw maar naartoe over. Ja, is goed. Ja. Dan komen we terug bij wat je aan het vertellen was. Je ging onderzoeken hoe oudere mensen, bejaarden die al meer dan 50 jaar bij elkaar zijn, waren. Hoe die hun relatie zo goed hadden gekregen. Ja, dat onderzoek. Het ging mij puur en alleen over. De vraag was. Ben je langer dan 50 jaar lang verliefd en wil je erover praten? En bij stel 3-4 had ik al een soort lijstje in mijn hoofd dat ik dingen afvinken kon die zij dus gemeenschappelijk hadden. En die dingen die zij gemeenschappelijk hadden, die kwam ik in gesprek 5, 6, 7 en op een gegeven moment gesprek 17, 18, etc. kwam ik dat ook tegen. En ergens ben ik een familie tegengekomen. Die waren op dat moment 63 jaar bij elkaar en die misten een paar vinkjes. En toen dacht ik, dat is raar. En toen ging zij naar de keuken om nog thee in te schenken. En toen boog die man zich naar mij toe en die ging iets vertellen over haar wat gewoon niet aardig was. En toen dacht ik, dit is gewoon raar. En ik herkende het niet meteen. Maar aan het eind van het gesprek was het me wel duidelijk, dus dat die mensen, die waren niet verliefd op elkaar, die mensen waren gewoon bij elkaar, om bij elkaar te blijven, omdat het zo hoort, omdat de maatschappij het zo voorschrijft en omdat je dus een geschiedenis hebt met elkaar, je hebt kleinkinderen en je hebt dit en dit en dit, maar die mensen die waren gewoon, ze leefden naast elkaar. En die waren gewoon gewend aan elkaar, dus maar het was geen liefde. Dus op basis van alle enquêtes die je gehad hebt, alle interviews, alle leuke gesprekken met mensen een beetje op leeftijd, ben je tot een aantal conclusies gekomen? Ja. Er zijn 18 ingrediënten voor de formule van haar liefde. En zeg maar 70% daarvan is de beker waar al die ingrediënten in gemengd worden, dat is dankbaarheid. En dus dankbaarheid is de beker als dat ontbreekt. En ik heb 20 januari stond ik in het theater in Brussel. En toen, dat is mijn laatste theatervoorstelling geweest. Maar normaal gesproken, als ik lezingen geef of trainingen geef, dan gebruik ik tandenpoetsen als voorbeeld. Dus voor degene die visueel is ingesteld, die moet maar heel even de ogen op orde dicht doen. Maar een relatie. Kun je vergelijken met het tandenpoetsen.
Dus als je een keertje, je tanden niet poetst, dan is dat niet zo erg. Maar dan moet je de dag daarna moet je wel extra hard, je tanden poetsen om ervoor te zorgen dus dat het zaakje weer blijft. Maar wat nou als je een keertje een weekje lang je tanden niet poetst? Of een maand lang? Of een jaar lang? Ja, dan vallen de gaten er wel in, denk ik. Op een gegeven moment vallen de gaten in van dit. Nou, en het is bij een relatie is dat met dankbaarheid zo, ook zo. Dus als je op een gegeven moment... Je kunt wel een keertje niet dankbaar zijn voor je partner. Maar als je een week lang niet dankbaar bent voor je partner... of een maand lang niet of een jaar lang... op een gegeven moment vallen de gaten in je relatie. Dus als jij je partner voor lief gaat nemen... en dat is vaak het begin van het einde. Dus dat als je niet meer ziet wat je in huis hebt... dan gaat het ook... gaat jouw brein, die gaat ook de mogelijkheid openzetten voor de dingen die buiten jouw relatie zijn. Ja, en dan komen we een andere tak van sport waar we het nu voorlopig in ieder geval nog niet over gaan hebben. Dankbaarheid. Kan je definiëren wat voor soort dankbaarheid? Nou, dankbaarheid kan op heel veel verschillende manieren. Je kunt dankbaar zijn voor überhaupt dus dat je een partner hebt. In mijn geval is dankbaarheid komt in mijn leven op heel veel verschillende manieren voor. Ik heb 4 keer leren lopen in mijn leven. Mijn rolstoel ligt tijd al een behoorlijk eindje achter mij. Maar ik kan je wel vertellen dus dat er dagen zijn dat ik mij bewust ervan ben dus dat ik loop en dat ik wandel. Ik wandel best veel. Voor iemand waarvan de artsen vroeger zeiden dat ik dat nooit zou kunnen, ben ik daar best dankbaar voor. Mm-hmm. En ik vind het jammer dat wij in ons leven heel veel ellende meemaken moeten om daar dankbaar voor te zijn. En terwijl, Fokmans, heb je enig idee hoe fantastisch zuurstof is? Dus als je gaat kijken naar waar je dankbaar voor kunt zijn. Ik bedoel, wij leven, je kunt al heel de tijd mopperen over de regering en hoe slecht bepaalde dingen geregeld zijn in Nederland. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe fantastisch alles geregeld is in Nederland. En ik coach mensen dus bijvoorbeeld op zelfbeeld. Als je gaat kijken wat er niet goed is aan jou, dan ga je dat zien. Maar als je gaat kijken wat er wel goed is aan jou, ga je dat zien. Dus het maakt geen hol uit wie je bent. Het gaat om de manier waarop je naar jezelf kijkt. Mm-hmm. Maar als we dan terug gaan naar die relatie. En stel dat wij een relatie zouden hebben. Jij zegt de dankbaarheid, dat maakt... dankbaarheid maakt dat je eeuwig verliefd kan zijn? Nee, maar het is wel de basis. Het is de basis. Misschien is het handig om uit te leggen wat verliefdheid is en wat de verschillende fases daarvan zijn. Want op die manier kun je dus het onderscheid ook zien. Je hebt een biologische verliefdheid. Dat is verliefdheid die is niet altijd even handig. Je bent gewoon, ik weet niet of je dat gevoel wel eens ervaren hebt, maar ben je gewoon echt knetterverliefd en heb je gewoon een tunnelvisie. Je zit het immuunsysteem wat onder druk gezet. Ja, rekeningsvatbaar vind ik dat altijd. Ja, dat is, ja. 80% van alle arbeidsongelukken gebeuren door mensen die niet met hun hoofd erbij zijn. Dus die bijvoorbeeld in hun familie is iemand die bezig is met overlijden of ernstig ziek of wat dan ook. Maar verliefde mensen zijn ook heel gevaarlijk. Omdat die zijn met hun hoofd, zijn ze niet bij hun werk bezig. Die zijn met hun hoofd bij degene bezig op wie ze verliefd zijn. Dus, maar in ieder geval... Dat is een biologische? Ja, nee. De biologische duurt 6 tot 8 weken. En in die 6 tot 8 weken stelt de natuur jou in staat om een kindje te kunnen maken. En datgene wat het... en het is dus niet... je libido wat mega hoog is in die periode, maar je fantasie. Dus op het moment dat jij verliefd bent, dan is met name datgene wat het meest getriggerd wordt, de bovenkant van je brein wordt het meest getriggerd. En daar komen ook de mooiste liederen uit en de prachtigste gedichten en dat soort dingen. Het is inderdaad het is een tunnelvisie, dus jij zei ontoerekeningsvatbaarheid. Maar dat klopt, je krijgt een soort OCD, je bent dwangmatig. En de natuur doet dat om ervoor te zorgen dat jij die drang hebt om dat kindje te maken. Dat is zeg maar de. En op het moment dus dat jij
op het moment dat die vorm afneemt, en het is ook heel prettig dat die vorm afneemt, want die mensen die zijn gewoon voor die periode van 6 tot 8 weken zijn er gewoon redelijk gevaarlijk, zeg maar. Ja, dat kan je niet voorlopen van de rest van je leven. Nee. maar wat dat wel gekenmerkt wordt, is dus dat die biologische variant, en dan krijg je dus lichaamshormonen die vrijgegeven worden. En die lichaamshormonen bijvoorbeeld die veroorzaken dus een verhoogd libido. En dan heb je dus de chemische variant. De chemische variant die duurt ongeveer 5,5-6 jaar. En in die periode is lang genoeg om met z'n tweeën een kindje te maken en het op te laten groeien als team. En in die periode komt er ook een combinatie van stoffen in je brein vrij die ervoor zorgt dus dat je minder allergisch bent voor elkaar. Wat hoop je dan? Er zijn natuurlijk genoeg mensen die daar uit elkaar gaan. Ja, maar tegelijkertijd is het zo dat er zijn heel veel mensen die beschouwen een relatie als een soort liefdesbank. Als een investering. Ik stort iets op de liefdesbank en ik heb 10 keer koffie voor jou gemaakt, dan verwacht ik wel een keertje koffie op bed terug van jou. Dus ik stort op de liefdesbank en dan verwacht ik wel eens dat ik de wereld af kan halen. En wat er dan gebeurt is als die stoffen niet meer aandacht maken, dat is met name dus het chemische. Dus het zijn met name dan breinhormonen die worden aangemaakt in die periode, waaronder dus oxytocine, waaronder vasopressine, dat is bij de mannen is dat een loyaliteitshormoon, bij vrouwen is dat een bindingshormoon, dus geen knuffelhormoon, maar een bindingshormoon. Maar die stoffen die zorgen ervoor dus dat de band dat die goed blijft. Maar op het moment dat die stoffen ontbreken, of die stoffen worden minder aangemaakt, omdat de natuur vindt van, nou goed, je hebt nou je plicht gedaan. Je hebt je plicht gedaan, je hebt je, de genenpool heb je weer groter gemaakt. Dan nemen niet alleen die stoffen af, maar ook dat anti-allergische, zeg maar, dat glijmiddel in je brein, dat gaat dan ook ontbreken en dan gaat dat in één keer wrijven. En wat je dan ziet is in één keer, ja, al die tijd heb je iets goed gevonden, maar daarna wordt het in één keer. En dan wordt het in één keer, ja, wat je altijd al die tijd goed hebt gevonden, dan wordt het in één keer een probleem. Dus of de toiletrol linksom hangt of de toiletrol rechtsom hangt, dat is in één keer, dat is wat in één keer heel belangrijk. Maar wat je dus ziet is, en daarom noemde ik dat even als vanuit je ego, dus dat je geïnvesteerd hebt in de relatie. Mensen willen dan die liefdesbank nog eventjes leeghalen. En wat je dan ziet is dus dat mensen die investeren nog een jaar, anderhalf jaar, om toch nog terug te kunnen krijgen wat ze ooit hadden. Maar als dat dus niet kan, dan knapt de relatie en zo ontstaat dus de 7-year itch. Dus heel veel relaties die gaan na 7 jaar stuk, maar het heeft dus te maken met hoe lang die breinhormonen worden aangemaakt. En als dat niet meer wordt aangemaakt, dan krijg je nog een stukje, verlenging. Wat heel interessant is, en dat heb ik dus onderzocht, is dat BN'ers, maar ook beroemde wereldburgers, en dan in Vlaanderen heet dat BV's, is dus dat zij geen 7-year itch hebben, maar een 8 of 9-year itch. En het heeft te maken met het feit dus dat zij hebben wel geïnvesteerd in hun relatie, maar ze hebben daarbuiten hebben ze nog te maken met een buitenwereld die naar hen kijkt. Dus die mensen nemen langer de tijd moeite om nog om het masker hoog te houden, dat is één. Maar zij doen dus ook meer moeite om voor de buitenwereld nog steeds net te doen alsof het goed gaat. En dat zijn dus ook vaak mensen die dan in relatietherapie gaan. Maar ja, de biologie werkt redelijk simpel. Als de stofjes op zijn, dan is met name, dus in principe is er maar één ding dat ervoor zorgt dus dat jij jouw verliefdheid weer opnieuw kunt triggeren. Nou, raad eens wat die stof is. Of niet wat je dan moet doen. Nou, als het erover gaat, wat is die grote beker? Dankbaarheid. Dankbaarheid. En ik heb dus als mensen bij mij komen voor relatietherapie, dan heb ik als bij wijze van test, zij weten niet dat het een test is, dus ik heb een oefening voor ze. En dat is een dankbaarheidsoefening. En van tevoren vertel ik die mensen, let op,
als je deze oefening gaat doen, die oefening doe je een week of twee. Nee, jij moet deze oefening met je 14 dagen doen, aan ingesloten. Kost je 3 minuten per dag, mijn vriendin zegt wel ook 4 minuten per dag, want ik doe hem namelijk ook nog even goed. Maar dat duurt ongeveer 3 minuten per dag. En op basis daarvan ga je dus weer dankbaar zijn voor de ander, maar gaat de ander ook weer dankbaar zijn voor jou. En dan worden die stofjes weer aangemaakt. Maar hoe ziet die oefening er dan uit? Wat delen ze met elkaar? Zo van bijvoorbeeld, dan zeg ik tegen jou van nou, toch, we zijn net uit eten geweest. Was super gezellig. Dankjewel dat je mee bent uit eten gegaan. Nee, er zit wel een bepaalde structuur in de oefening. Maar ik zal nog even de kikker, misschien is het wel de kik, maar zal ik nog even uitleggen van de oefening. Dus ik geef die mensen die oefening mee. En dan moeten ze 14 dagen moeten ze het doen. Ik zeg, ga je na 15 dagen, ga ik je bellen. En dan bel ik na 2 weken en een dag. En dan vraag ik aan die mensen, hoe is het gegaan met de oefening? En heel vaak krijg ik te horen, ja, we wisten dat je zou gaan bellen, dus we zijn er eergisteren mee begonnen. Die komt vaak voor. Of het zijn mensen die zijn de eerste 3 dagen na begonnen en daarna is het verwaterd. En de oefening is gewoon een hele krachtige oefening, want de oefening, de mensen die hem daadwerkelijk doen, en dat zijn helaas maar heel weinig. Maar de mensen die de oefening daadwerkelijk doen, die lopen nu nog steeds hand in hand over straat en die zijn helemaal knetter verliefd op elkaar en kunnen ook weer veel meer van elkaar verdragen. Gewoon precies zoals wat de oefening voorspeld heeft. Ik ben zo benieuwd naar die oefening, kom op. Maar als je de oefening niet doet, mm-hmm. Als je de oefening niet doet, waarom zou ik je een relatietherapie gaan geven? Want als je er geen motie voor hebt. Als jij nog niet eens de moeite neemt om 3 minuten te investeren in je eigen relatie, waarvan je van tevoren al weet, let op, je gaat weer verliefd worden op elkaar, je gaat meer van elkaar verdragen en je sterkt ook nog eens een keertje je eigen zelfbeeld. Hè? Nou, en waarom is dat? Omdat namelijk in de oefening ga je dus 3 dingen doen. In de oefening zeg jij, ik ga hier aan werken, dit is een verbeterpunt voor mij. Dus ik zeg een verbeterpunt, vervolgens zeg jij jouw verbeterpunt. Je mag niet reageren op elkaar. De tweede is, ik noem 3 dingen die ik goed vind aan jou. En dan noem jij 3 dingen die je goed vindt aan mij. En ik noem 5 kwaliteiten van jou. En vervolgens noem jij 5 kwaliteiten van mij. En dat zorgt ervoor dus dat je, als je die oefening 1 dag doet, dan heb je de dag daarna heb je niet zo heel veel moeite om nog een keertje 5 kwaliteiten. Alleen je mag niet de hele tijd dezelfde dingen gebruiken. Dat is lekker makkelijk. Maar dat betekent dus dat jij overdag al moeite moet gaan doen om na te denken, wat is er goed aan mijn partner? Wat zijn de kwaliteiten van mijn partner? En tegelijkertijd ontvang jij elke dag wat er goed is aan jou. Dus jouw zelfliefde, jouw eigenwaarde en jouw zelfrespect gaat ook groeien. Met name jouw zelfliefde, maar de rest groeit mee. En dat zorgt ervoor dat jij op een hele speelse manier krijg je te horen wat er goed is aan jou. Maar wat je niet in de gaten hebt, is dat je overdag bezig bent om te gaan ontdekken waarvoor ben ik eigenlijk dankbaar in mijn partner. En doordat je dus dat aan het doen bent, en dan kom ik dus weer terug op wat ik zei, als je gaat kijken wat er goed is aan jou, ga je het zien. Als je gaat kijken wat er niet goed is aan jou, ga je het ook zien. Dus het maakt niet uit wie je bent, het gaat erom, waar kijk je naar. Dus als je bij je partner gaat kijken wat er niet goed is aan je partner, ga je dat zien. En door die oefening word je noodgedwongen, maar doordat de oefening langer duurt, heb je dus meer tijd nodig. Kijk, je kunt iemand recht dossier noemen, je kunt iemand oprecht noemen, je kunt iemand eerlijk noemen. Dus nou, heb je dus verspreid over 3 dagen, heb je alweer 3 woorden. Snap je wat ik bedoel? Maar je wordt daar dus creatief in. Maar wat jouw brein doet, is jouw brein gaat steeds meer ontdekken, omdat het een opdracht is. En wij zijn heel erg geneigd om allerlei regeltjes te volgen in Nederland. Dus doordat het een opdracht is, gaat je brein overdag al bezig. Met, oh ja, vanavond moet ik dat doen. Oh ja, vanavond krijgen we het weer. Moet ik weer 3 nieuwe dingen bedenken?
Dus wat gaat jouw brein doen? Jouw brein gaat de ogen openen voor wat er allemaal goed is aan je partner. En op een gegeven moment kom je na 14 dagen, ben je echt wel, maar voor die 14 dagen ben je echt wel van, ben je echt wel dat je denkt, wauw, ik heb gewoon een fantastische partner in huis. Ik ben er zo ontzettend dankbaar voor. En wat er dan gebeurt, dan ga je meer met elkaar vrijen en dan komen jouw lichaamshormonen, die worden weer aangewakkerd. En jouw breinhormonen worden weer aangewakkerd. En dat zorgt er dan voor dus dat je weer gewoon opnieuw verliefd wordt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat inderdaad nog nooit gedaan heb, door die drie dingen met elkaar delen, elke dag. Ja, nou, ik zal hem je straks even via de WhatsApp versturen. Mm-hmm. En dan kun je dat doen met je vriend. En wie weet, woon je over een tijdje wel in Nieuw-Grijn. Of in Den Haag. Ja, dat kan ook. Dat kan ook, hè. Ja, zeker. Superleuk, supergoed dat je hem deelt. Ik denk dat heel veel mensen daar baat bij kunnen hebben. Inderdaad. Ik wil hem trouwens wel beschikbaar stellen. Ik bedoel, de tekst waar je aan moet houden is natuurlijk ietsje langer dan wat ik nu vertel. Nou, heel graag. Dan zorgen we dat hij op de Vlam Magazine te vinden is. Super, dankjewel alvast. Ja, dat weet ik gelijk niet meer wat ik wilde zeggen, maar ik wilde in ieder geval toen maar dat heel veel mensen dat kunnen doen. Dat je dit heel makkelijk in de praktijk, dat het inderdaad geen uren duurt. En dat je daar, wat je zegt, hè, commitment, van willen wij daaraan werken, willen wij hier met z'n tweeën voor gaan vechten. Willen we, in mijn optiek is het werken aan de relatie is ook iets. Ja, werk is een zwaar woord, maar vanzelf gaat het niet. Hè? Dus je moet wel iets doen daar. Maar ik hoorde jou ook nog zeggen van tevoren, we hebben het gehad over biologische verliefdheid, over chemische. Maar je had het al van tevoren over een mentale stuk. Ja. Ja. Wat kan je daar nog over vertellen? Nou, het blijkt namelijk dus dat wat die bejaarden doen, is dat zij bepaalde patronen hebben. En die patronen, dat zijn dus die 18 ingrediënten. Dankbaarheid is bij hen is gewoon allemaal nummer 1. Maar zij noemen bijvoorbeeld dat je moet fungeren als een team. Ik heb het oudste stel wat ik heb geïnterviewd, hij was 99, zij was 93. Dat was echt, dat is echt fantastisch. Je kunt het meteen aan mijn gezicht zien. Ja, zeker. En, voor de luisteraars, hij lacht. Ja, maar dat is echt. Maar dat is dus ook een hoofdstuk 1 in mijn boek. Kan ik trouwens wat ook ter beschikking stellen, dat is geen punt. Ik had gewoon digitaal, kan ik dat aanleveren. En daar zitten verstopt in hun verhaal, zitten 18 ingrediënten. Die mensen die hebben een fantastische geschiedenis meegemaakt en ook een gruwelijke geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten ze keuze maken tussen welk kind ze lieten leven en welk kind niet. Ja, het raakt je nog elke keer, want ik weet nog van 2 jaar geleden, toen wij de podcast hadden, was het ook. Dat is dat blijft je raken, hè? Het is een onmogelijke keuze voor mensen. Nou, weet je wat het is? Ik zat bij die mensen, ik ben bij hen geweest. Ik heb natuurlijk ook gesprekken gehad met hun zoon, want ik heb nadat ik de eerste generatie heb geïnterviewd, heb ik de tweede generatie geïnterviewd en daarna transgenders, omdat ik steeds meer kreeg van het sociale leren. Dus ik heb tweelingen, leerlingen, maar dan jonge meisje en vrouw heb ik dan geïnterviewd. Ik zit bij die mensen aan tafel en ik praat met hen en ik denk, maar ja, ik ben energetisch behoorlijk invoelend. En ik krijg gewoon bepaalde dingen ik mee. En dus het heeft ook een week of 6 geduurd voordat ik ook het op kon schrijven wat er met mijn dochter is gebeurd. Kan je dat delen of is dat? Ja, als je mij een tuin wil krijgen. Nou, ik kan het wel proberen. Op een gegeven moment moesten ze. Er was al een tijdje als er niks te eten en ze moesten de keuze maken of ze hun zieke dochter of zoon, als ze die te eten zouden geven. En toen moesten zij een keuze maken van
En je praat over een halve reep chocolade. En die tijd is een halve reep chocolade is gewoon een horloge waard. Dat zijn dingen waar hij dus achteraf voor schaam. Hij heeft ook meer naar een strooptocht om te kijken of hij dus ergens nog eten ergens vandaan komt door van of dat ze dingen. Ja. Nou is er niet in beslag waren genomen bijvoorbeeld en die leeg stonden, dat ze dus naar binnen neer gingen en de meubels stalen zodat ze dus hout hadden om zeg maar het huis te verwarmen, dat soort zaken. Dus ze hebben het wel heel erg moeilijk gehad in die periode. En wat de meeste mensen niet weten is dus dat het grootste deel van Nederland was al bevrijd in 1944. Wij vieren bevrijding in 1945, maar dat was maar een bepaald deel van Nederland. Maar goed, zij moesten een keuze maken van wat doen we met het eten. En toen hebben ze hebben er gewoon echt bewust voor moeten kiezen om de chocolade wel aan hun zoon te geven en niet aan hun dochter. En hun dochter is een dag daarna tevreden. Maar de keuze was dusdanig, dus dat of ze gingen naar delen, maar dan was de kans dus dat mijn zoontje dan ook, die was al ondervoed. Maar dan was de kans dat hij dan ook zou overlijden. Dus toen zaten we in principe zelfs in een heel vreselijk spagaat. Maar een van de dingen die ze dus doen, is ze kopen af en toe kopen een reep chocola en die eten ze dan samen op. Met de gedachte aan mijn dochter. En dat is maar op het moment dat ze dat. Ja, op het moment dat ze dat vertelden. En ook de liefde die je dan tussen hen voelt, ja, die is gewoon waanzinnig. En ik heb wel meer bijzondere verhalen gehoord van mensen, maar dit blijf je gewoon bij. Dus, en ik krijg dus ook regelmatig mensen die het boek lezen. Dus ik heb er twee terug gedaan, ben niet begonnen aan een derde doen. Maar ik ga hem nog wel digitaal uitgeven. Dus dan krijg je in een PDF of wat is het, een pub. Maar er zijn wel mensen die daarop ook, met name ook op dat stukje reageren. Ja, dat snap ik. Waar je begon mee met het stukje, dat naast dankbaarheid, het stukje van dat ze een team zijn. En het gevoel van samen. Ga niet boos slapen. Praat het uit voordat je gaat slapen. Ga niet eens zonder te groeten, ga niet eens zonder een zoen. Want die het noodblad nog te ontmoeten, kan het morgen nooit meer doen. Ja, dus die echte teamgeest, het gevoel van wij samen. Ja. Dat is dan de mentale liefde. Ja, en het is wel zo, ik wil wel een onderscheid maken. Kijk, heel veel mensen denken van, val je partner niet af voor de neus van je kinderen? Ja. Mijn advies is om dat wel te doen. Wanneer het in het belang is van het kind. Want heel vaak is het zo, ik heb zelf meegemaakt, maar ik zie het ook in mijn omgeving. Kinderen hebben een behoefte dat er iemand voor hen is. En als een kind afgeranseld wordt en een andere ouder staat erbij te kijken en die doet niks. Vaak is dat nog veel schadelijker. Dat de ouder die niks doet en dat het kind het gevoel heeft dat het er alleen voor staat. Ik bedoel, bij ons in huis was dat gewoon een haast schizofrene situatie. Wij werden geslagen en vervolgens gingen we aan tafel en moesten we weer vrolijk doen. Maar wat je krijgt is dus dat die na even voel je de pijn niet meer van het geslagen worden, maar de pijn van dat je er alleen voor staat. En dus dat je gewoon een ouder hebt die je mishandelt en een ouder die er niks aan doet. Ja, dat in de steek gelaten, dat is voor kinderen is dat vaak funest. Dus dat is ook een van de dingen waar ik me dus vandaag de dag op richt. Dus met name dan onveilige kindertijd. Dus op mijn LinkedIn profiel staat liefdeswetenschapper, sekspert en specialist op het gebied van onveilige kindertijd. Met name dan onveilige, onzekere kindertijd. Hey, en mag je dan de vraag stellen, Tommy, die onzekerheid en in de steek gelaten, dat in de steek gelaten gevoel wat jij hebt gehad als kind?
Wat doet dat met jouw relatie technisch? Nou, het punt is dus dat de relatie die je hebt met jezelf is de basis voor alle andere relaties. Dus dat betekent dus dat als jij neemt jouw kind onder en je neemt je kind bij, neem je weer in de relatie. En uit jouw kindertijd, je ontwikkelt tussen je 14 en je 8e levensjaar, ontwikkel je een overlevingsmechanisme. En daar zit een ruilhandel in. Als ik niet zeg wat ik denk, wat ik er niet op afgestraft. In mijn geval, als ik geen cursus maak, word ik daar niet op gepakt. Maar het kan ook zijn dus dat je, ik ga extra goede cijfers halen, dan hebben ze wel aandacht voor mij. En dan kom je op een gegeven moment tot de ontdekking dus dat je 40 plus bent en dat je nog steeds hetzelfde kleutergedrag doet. Alleen in dit geval is het zo, als je gedachten hebt en die wordt beloond op je 5e, dan tegen de tijd dus dat je 8 bent, dan is het alweer gewoonte. Tegen de tijd dat je 15 bent, is het een patroon. En dan bij 25 en dan denk je, ja, zo ben ik nu eenmaal. Maar het is nog steeds aangeleerd gedrag. En dat zorgt ervoor dus dat het soms heel lastig is om bepaalde gewoonten om die af te leren. En ook omdat er dus gedrag bijkomt. Dat zijn dingen, dat neem je mee in jouw relatie. Dus ik ben, mijn eerste relatie duurde 15 jaar. En in die relatie was ik heel erg bezig om mij continu te verdedigen. Wat je ook ziet bij heel veel mensen die dus onrecht is aangedaan in hun kindertijd. Dat zijn mensen die triggeren op onrecht. Wat ervoor zorgt dat je een onrechtvaardig mens bent. En dat klinkt misschien niet zo heel erg prettig. Maar de realiteit is dat als jij jouw focus hebt op onrecht, dan zie je overal onrecht. Terwijl rechtvaardige mensen die zien ook wel wat onrechtvaardig is, alleen zij hebben een focus op wat rechtvaardig is. Dus mensen, als je net een witte auto hebt gekocht en gaat er weg op, dan zie je ook allemaal witte auto's. Ja, maar mensen vinden het niet zo leuk om te horen dat ze een onrechtvaardig mens zijn, omdat ze hun focus hebben op die onrecht. Maar daardoor worden ze wel even gedwongen om na te denken van wat vind ik nou belangrijk in het leven. En als jij dus alleen maar gaat kijken naar de hele tijd naar dat je onrecht ziet en dat je continu onrecht ziet, dan leef jij nog steeds in jouw kindertijd. Dus heb jij vandaag de dag continu een schaduw van jouw verleden over je. En het heeft mij heel lang geduurd voordat ik in de gaten had dat mijn jeugd bepaalt niet wie ik ben. Dus ik vertel jou wel dingen die gebeurd zijn in mijn jeugd, maar tegelijkertijd, ik kan je ook vertellen, ik ben structureel gelukkig. Ik kan je ook vertellen, dus dat ik heb vroeger heb ik een minderwaardigheidscomplex gehad. En ik heb zelfs een haartransplantatie laten doen. Omdat ik gewoon, op een dag had ik mij geschoren. En ik kwam tot de ontdekking dus dat ik mijn hele kind niet heb gezien. Maar alleen maar de kale plek op mijn hoofd. En ik ben gewoon happy met mezelf. Vroeger was ik structureel ongelukkig. Vandaag de dag ben ik gewoon structureel gelukkig. Ik ben happy met mijn leven, ik ben happy met mijzelf, ik ben happy met mijn omgeving. Vroeger paste ik mij aan mijn omgeving aan, vandaag de dag pas ik mijn omgeving aan mij aan. Dus ik sta heel anders in het leven. Ik ben van slachtoffer naar steeds meer naar leiderschap tonen in je eigen leven gegaan. Dus als ik ga kijken naar hoe ik in het leven sta, ja, dat gun ik in principe iedereen. Dat is besmettelijk. Ja, best wel. Best wel. Dus maar vroeger... Ja, ik had weinig reden om te zingen en vandaag de dag, ik zing en ik doe en ik heb gewoon lol in het leven. En mensen vinden het ook leuk om bij mij in de buurt te zijn. Als er 3 woorden zijn die mij altijd kenmerken, dan is het, mensen noemen mij als eerste, noemen ze mij bijzonder. En dat onderstreep ik zelf ook. Ondeugend is nummer 2 en grappenmaker is nummer 3. Maar als mensen mij typeren, dan zijn dat altijd de nummer 3 woorden. Of die horen dan, zeg maar, in de top 10 zitten die er altijd wel in. Maar ik denk dus dat je de manier waarop je naar het leven kijkt, bepaal jezelf. Hè? Als je kijkt wat goed is aan de wereld, dan ga je dat zien. Ga je kijken wat er niet goed is aan de wereld, ga je dat zien. Dus het maakt niet uit hoe de wereld in elkaar steekt. En je kunt dan, je hebt vandaag de dag, ik zit dan in Telegram groepen en dan leren mensen continu leren ze negatieve dingen om jou te waarschuwen voor iets. En dan denk ik van, maar heb je dan zelf niet door dat je continu negativiteit aan het verspreiden bent?
Terwijl als ik dat deel, dan maak ik mensen ergens bewust van. Zijn de mensen daarna rijker geworden in plaats van dat ze gevoelsmatig armer zijn geworden. Dus. Goed. Ik wil even naar het stukje wat je toen straks zei, hè, van volgens de natuur, dan heb je die eerste 5 jaar en dan 7 jaar, dat stukje. Ja. En daarmee zeg je voor mij impliciet, de mens is niet geschapen om monogaam te zijn. Ja, dat klopt. Behalve wanneer de natuur het afdwingt. En het is dus zo dat je hebt de biologische verliefdheid, 6 tot 8 weken, de chemische verliefdheid, dus 5,5, 6 jaar. En de mentale verliefdheid, die kan gewoon eeuwig zijn, omdat je namelijk, en dat is dus het mooie, die mensen die ik dus geïnterviewd heb, die gaven ook allemaal aan, dus dat hun lichaamshormonen, maar ook hun breinhormonen bleven getriggerd. Dus zij bleven die band, bleven zij voelen, en zij bleven dus ook verliefd op dezelfde. Dus in principe kun je gewoon eeuwig verliefd zijn als jij maar gewoon die 18 ingrediënten plus de basis, dus de dankbaarheid, zolang je dat maar toepast. En dat is gewoon heel gaaf. Tegelijkertijd is het zo dat als je dat dus niet doet, ja, dan maakt jou de biologie, de mens is van nature is niet monogaam, tenzij je verliefd bent. Dus verliefdheid dwingt monogamie af. Als je verliefd bent op een ander, bestaat de rest van de wereld bestaat niet, hè? Dus als jij verliefd bent op iemand, dan maakt het niet uit wie er dan voorbij komt lopen. Daar heb je gewoon geen oog voor. Dan draai je hoofd niet om. Daar draai je hoofd niet voor om, want jou. Nee, daar zie ik een mooie lange vrouw staan met krullen in de hoek of zo. Die zie je dan gewoon niet. Die zie je dan gewoon niet. Maar het interesseert je ook niet. Mijn vriendin die zei altijd, zie dat niet, die vrouw die kijkt naar jou en oh, zie dat niet. En oh, zij zag overal gevaren, zij zag overal vrouwen die mij interessant vonden. En ik zag het gewoon niet. Maar dat had ook te maken met het feit dat jouw brein filtert dat. Hè? Ik bedoel, dan kom je dus weer precies hetzelfde op die focus uit. Als je kijkt naar diamanten, dan zie je de modder niet. Maar kijk je naar modder, dan zie je de diamanten niet. Dus als jij je ogen focust op die ene persoon, dan is de rest van de wereld is gewoon weg. Nou, wat er dan gebeurt is, als je op een gegeven moment gaat, jouw verliefdheid kan overgaan in houden van. Dat is mogelijk. Er zijn ook mensen die beginnen meteen met houden van en die slaan de verliefdheid slaan ze over. Maar wat er dan gebeurt is dat jouw brein, jij kunt maar één tunnelvisie tegelijkertijd hebben. Dus op het moment dat jouw tunnelvisie wordt opgeheven, dan krijg je in één keer een soort van helikopterview. En dan ga je in één keer wel zien van, hé, deze dame is ook interessant. Oh, deze meneer is ook interessant. En dat zorgt ervoor, dus dat, en er zijn natuurlijk ook mensen en die vallen op energie of die vallen op. Een vriendin van mij die is sapioseksueel. Die valt alleen op slimme mensen. Maar dat betekent dus dat je kunt houden van heel veel mensen, maar je kunt maar verliefd zijn op één. En als je brein je ervoor zorgt dus dat jij op het moment dus dat iemand bij mij komt en ik zeg ik wil een polyamoreuze relatie, dan is vaak is de situatie als volgt. Zijn mensen die hebben al heel lang een relatie met elkaar en in één keer worden ze verliefd op een ander en zeggen ze, nou ben ik polyamoreus. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Dat zijn mensen die willen gewoon 2 tegelijk. Dat is eventjes in gewoon Nederlands. Maar wat er gebeurt in het brein is, als jouw tunnelvisie eindigt, dan is in één keer, zijn er in één keer veel meer mogelijkheden. En dan ziet jouw brein en dan ziet jouw oog in één keer wat altijd weggefilterd is. En dan is je oog kan in één keer wel vallen op iemand anders. Maar zolang je verliefd bent, dan heb je daar geen aandacht voor. Dan heb je er ook geen behoefte aan. Ja, het wordt alleen ingewikkeld natuurlijk als je afspreekt met je partner dat je een monogame relatie wilt hebben en hebt. En je wordt dan toch verliefd op een ander. En dan ga je het ineens hebben over, misschien is het tijd voor een open relatie of een polyamoreus. Polyamoreus, ik kan het nog een keer zeggen, een polyamoreuze relatie. Dan ben je natuurlijk verliefd op de persoon buiten de relatie, waardoor het een
direct een bedreiging is voor je monogame relatie. Ja. En dan wil je het gaan bespreken. Dus dat moment is altijd ingewikkeld. In principe. Het kan ingewikkeld zijn omdat degene die in de monogame relatie zit niet verliefd is op een ander. Die schrikt. Ja. En daarnaast is het zo dat die persoon ook heeft geïnvesteerd in jou. Dus dan heb je te maken met ego. En het ego dat wil vasthouden. Jij bent van mij. Dat is de afspraak. Jij moet je houden aan die afspraak. Die maakt geen afspraken om ze gedurende het spelletje te gaan veranderen. Precies. En dat betekent dus dat je speelt al jaren speel je hetzelfde spelletje. En in één keer gaat één van de twee gaat in één keer de spelregels veranderen. Dat werkt niet. Nee. Maar dat is wel vaak de realiteit en dat is ook vaak de basis van heel veel vreemdgaan. Maar tegelijkertijd, ja, voor vreemdgaan hoef je ook niet verliefd te zijn of zo. Bedoel, je hebt ook mensen en die gaan gewoon vreemd met mensen voor wie ze geen gevoel hebben. Daar kunnen ook 100.000 redenen voor zijn. Ja, maar het is wel altijd een keuze. Dat wil ik wel even duidelijk maken. Dat heel veel mensen verschuilen zich achter, ik kon daar niks aan doen, het lag aan de alcohol, de ander was verleidelijk, ik wist niet wat ik deed, ik werd onder druk gezet, maar hoe je het bent of keert, heel veel mensen die hebben dus allerlei excuses, maar die nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen daden. En dan kan je wel vertellen, en of je nou wel seks krijgt in je relatie of niet seks krijgt in je relatie. Er is een meneer en die heeft 10 jaar lang heeft hij geen seks met zijn eigen partner. En die blijft gewoon monogaam. En je hebt iemand en die vrijt 5 keer in de week met zijn partner en gaat toch vreemd. Vreemdgaan is altijd een keuze. Het is nooit per ongeluk. Dus dat de pinon ergens per ongeluk erin ging. Ik wilde het ingesteld en ik zie dat die piemel in het ongeluk ingaan. En zo werkt het niet. Dus, maar je kunt in principe kun je pas vreemd gaan als jouw systeem niet meer onder druk is gezet. Dus als je daar open voor staat. En dat is wel een kenmerk dat als mensen bij mij komen en die zeggen ik ben verliefd geworden op een ander, hoe ga ik daarmee om? Dan is het ook meteen duidelijk, dus dat je niet meer verliefd bent op je huidige partner. Ja, daar kan je wel heel veel van houden. Daar kun je wel enorm veel van houden. Maar verliefdheid is een ander level. En dat is, het rare is dus dat tijdens mijn onderzoek kwam ik dus, dan krijg je cijfers aan mijn ogen en denk je, dit kan toch niet zo zijn. Het kan toch niet zo zijn dat, het bizarre is dat mensen in een open relatie, moet ik trouwens even aangeven, even heel kort even hokjes maken. Je hebt open relatie. Dat betekent dus dat je een hoofdkoppel hebt. En het hoofdkoppel die vrijt buiten de deur. En of dat nou de man is die dat doet of de vrouw is die dat doet of die dat allebei doet, maakt verder niet uit. Maar open relatie is dat je vrijt buiten de deur. Swingen is dus dat je dat tegelijkertijd doet. Dus een soort, zeg maar, een partner wel. En het verschil met de polyamoreuze relatie is gevoel. Dus dat je houdt van degene met wie je vrijt. Dus er zijn ook mensen die dus vaker vrijen met dezelfde persoon. Die hebben een open relatie, vrijen vaker met dezelfde persoon. Maar op een gegeven moment ontwikkel je daar emoties voor, ontwikkel je daar gevoel voor. Kan gewoon niet anders, lijkt mij in ieder geval. Ik heb nog niemand gezien die dat niet kan. Maar dan ontwikkel je daar gevoelens voor en dan ga je dus sluimer je langzaam de polyamoreuze relatie in. Maar polyamoreus wil zeggen dus niet dat jij gevoelens hebt voor de satellieten en de kometen. Wat bizar is dus dat de mensen die vreemd gaan binnen, ik had een soort voorgenomen onderzoek. Het kan toch niet zo, het zal zo zijn dat als jij een open relatie hebt, dat je gewoon zeg maar
vreemd kunt gaan met toestemming. Ja, dan is het eigenlijk geen vreemd gaan. Dan is het eigenlijk geen vreemd gaan meer. Een open relatie. Ja. Dat die mensen en die polyamoreuze relatie, dat mensen dat toch doen. Dat mensen toch vreemd gaan. En het rare is, wat is dan hoe kan dat? Relatie vreemd gaan in feite? Want ze weten van elkaar, we hebben elkaar echt een soort van brief gegeven, het mag. Ja. Natuurlijk wel met heel veel afspraken. Ja. Maar wat is dan het nut? Je maakt een afspraak. Je maakt een afspraak en bijvoorbeeld. Nou, je hebt ook mensen en die zitten in een DDAT-relatie, dus don't ask, don't tell. Dus dan krijg je toestemming om gewoon, maakt niet uit wat te doen, ik hoef het niet te weten. Die mensen kunnen niet vreemd gaan, want als zij gewoon een ander, met een ander naar bed gaan, dan hoeven ze er niks over te zeggen, dat is dan oké. Maar als je dan een open relatie hebt en je hebt met elkaar een afspraak, dus dat je elkaar op de hoogte houdt, dan is het toch best raar, vind ik zelf. Maar dan is het toch best vreemd dat als je de afspraak hebt, dus dat je het mag doen. Maar dat je het wel vertelt. Maar dat je het wel vertelt, dat je het dan niet gaat vertellen. Ik snap het ook niet zo goed. Nee, maar het blijkt dus dat de mensen in een polyamoreuze relatie en in een open relatie, dat ze vrijwel dezelfde vreemdgaancijfers hebben als de mensen in een monogame relatie. Nou, dat vind ik best bijzonder. En vind je dat niet goed? Ja, de mens heeft toch behoefte om gezien te worden, gehoord te worden. Met name ligt het op het vlak van, ik heb iets van mijzelf. En op het moment dat jij vreemd gaat met toestemming, is het niet meer iets. Je hebt niet meer iemand voor jezelf. En ik heb niet van, als je vreemd gaat en je partner weet het niet, dan zit er ook iets van spanning en sensatie in, waardoor je toch een andere kick ervan krijgt dan dat je partner dat weet. Dat kan, niet iedereen is zoals jij. Dat is een grapje hoor. Ja, maar dat lijkt me dan zo. Nee, maar bij jou heb je natuurlijk dat soort ervaringen. En dus dat mensen met dat soort dingen bij jou komen. Ja, inderdaad, dat is, maakt onderdelen vanuit. Maar het gaat erom. Dus dat het grappige is dat als je er heel goed over na gaat denken. En je gaat dus echt aan het brein peuteren van die mensen. Dan zegt ze ja, dat komt daardoor en dat komt daardoor. Maar als ze dus echt, met jou de diepte ingaan. Dan blijft die ene regel blijft overeind. Ik wil iets voor mijzelf. Ik wil iets voor mijzelf. Nou, we hebben nog 2 minuten te gaan. Welke vraag heb ik je nog niet gesteld en wil jij graag voor jezelf om toch nog even iets te vertellen wat je graag had willen vertellen toen jij 2,5 uur hier met in de auto zat, waar je dacht van, ik wil vanavond nog even komen. Als je een vriend hebt die de hele tijd zijn portemonnee vergeet als ze afgerekend moet worden, dan ga je dat op een gegeven moment aan irriteren. En wat in een relatie is, vaak is de man is die wel iets komt halen bij de seks, maar niet iets komt brengen. En ik vind, en vervolgens zijn er dus heel veel relaties waarin weinig gevreden wordt. Maar dat heeft de man over het algemeen aan zichzelf te danken, omdat die continu aan het halen is en niet iets komt brengen. En dat is heel simpel. Als je een vrouw super gelukkig maakt, wat is dan de kans dat ze. Is de kans dan groter dat ze de volgende keer ja zegt, of is de kans dan kleiner dat ze de volgende keer ja zegt? De kans is groter natuurlijk. Uiteraard. Maar de man blijft wel de hele tijd naar de vrouw wijzen. Ja, ze heeft hoofdpijn of dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Maar ik kan je wel vertellen, als jij een vrouw gelukkig maakt, dan kun je dat ook weer terugverwachten. Mm-hmm. En als je alleen maar komt halen in een relatie, dan is op een gegeven moment dus die liefdesbank is leeg. En dan is er gewoon niks meer te halen. En wat de vrouw dan gaat doen is, ik heb geen behoefte aan jou. En op zich is dat heel logisch, want het brengt haar niks. Het brengt haar voornamelijk frustratie. Jij bent je zaakje kwijt, maar zij blijft achter en jij ligt er ronken in bed. Is het wel biologisch bepaald dat je in slaap dondert? Alleen, ja, je kunt ook voor zorgen dat je plezier hebt met z'n tweeën. En als jij, als de man 70% plezier heeft en de vrouw 30% plezier, ja, waarom zou zij dan op een gegeven moment tevreden blijven met die 30% wat zij krijgt?
Dus dat is wat ik nog de heren mee wil geven. Van als je betere seks wil in je relatie, je wilt meer vrijheid in de relatie, zorg er dan voor dat je de liefde bedrijft en niet dat je seks hebt, want seks vanuit je relatie. Nou, dat is een hele mooie quote. Tony, super dankjewel voor je bijdrage, voor om hier te zijn, om je kennis te delen en we ontvangen de opdracht nog van je. Ik zal zorgen dat die... En hoofdstuk 1 van je boek, dat die op Vlam Magazine terechtkomt. En het was me weer een waar genoegen. Super dankjewel. En voor de luisteraars ook dankjewel voor de luisteren, om aanwezig te zijn. En over 2 weekjes dan ben ik er weer en dan is Tineke Rodenburg mijn gasten. En ook daar verheug ik me weer op voor vanavond. Als je tenminste live meeluistert, als je de podcast beluistert, dan kan dat natuurlijk een heel ander moment zijn. Dankjewel en tot over 2 weekjes.